Voorzitter, ik hoor GroenLinks roepen van we moeten niets meer doen dan het Rijk ons opdraagt. Maar we willen toch koploper worden, dus daar loopt u voorop. En de tweede vraag is, hebben we ook niet de verantwoordelijkheid hier als volksvertegenwoordiger door niet alleen maar die energietransitie hoog te houden, maar ook de belangen van het volk, de Groninger samenleving, want die gaan voor de kosten opdraaien. Heeft u daar wel op nagedacht? Wordt daar ook meegenomen in de gesprekken? Stel, voorzitter, dat er geen draagvlak is vanwege het feit dat de mensen heel veel moeten betalen, moeten investeren, want subsidies helpen daar niet toe, en dat ze gewoon dat niet willen vanwege de kosten. Gaat u dan uw ambities bijstellen of gaat u gewoon door? Dank u wel, voorzitter. Eens was de Partij van de Arbeid voor gewone mensen. Voor mensen met een baan, modale mensen, die later een fijne oude dag zich konden permitteren. Dat sprak mij aan in de Partij van de Arbeid. Een vraag kunnen tegenwoordig, en nu, dat staat u nu te verkondigen, moeten we mensen, uw achterban, moeten we helpen. Meneer Van Kesteren, ik ga de vraag stellen. Graag. Ja, u heeft gelijk. Gaan we mensen helpen om mee te kunnen doen? Hoe kunt u dat ruimen van mensen die tot hun nek in de hypotheek zitten, ook nog eens een lening moeten afsluiten, want het gaat niet met subsidies van de overheid, zoals u zegt, dat ze zich enorm in de kosten moeten brengen om wat u wil, om daarna mee te doen. Hoe verantwoordt u dat aan uw achterban? Kunt u mij dat vertellen? Ja, voorzitter, als ik de PvdA nou vertel dat woningcoöperaties er zelfs van afzien in investeringen om huizen, hun woningen, waar uw achterban ook in woont, om dat niet, op die investering niet te doen, omdat het gewoon onbetaalbaar is. Hoe kunt u dan verwachten, en legt u dat maar eens uit dan, dat uw achterban die zich met moeite een eigen woning kan permitteren, wel daartoe verplicht wordt? Dat zou ik graag van u... Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zou willen vragen aan de Partij van de Arbeid, die zegt, op zich is dat een hele goede intentie, de gemeenten moeten de inwoners helpen. Maar als ik u nou vertel dat gemeenten gewoon geen cent hebben om hun kont te krabben, om het maar eens oneerbiedig te zeggen, wat vindt u daarvan dan? Want dan kunt u wel zeggen van ja, de gemeenten moeten de inwoners helpen, maar ze hebben geen geld. En dan? Ja, voorzitter. Spreker van de ChristenUnie vertelt, vroeg aan de kinderen, allemaal waren ze voor. Realiseert u zich ook dat op de basisschool met name, dat daar kinderen eenzijdig worden geïnformeerd als het over duurzame energie gaat, en dat andere standpunten en informatie worden doodgezwegen? Is u dat bekend? Ik heb 40 jaar in het onderwijs gewerkt. Ik heb altijd gemeend om kinderen het hele verhaal te vertellen. Kunt u zich realiseren dat als je dat doet als leraar in het basisonderwijs, dat je dan verketterd wordt door directie en door je collega's? Is u dat ook bekend? Meneer Van der Born. Ik ben geen leraar en dat is mij niet bekend, maar ik kom hier aan het eind van mijn betoog weer op terug. Stel voor dat dit echt de laatste vraag is, want het begint de randen van het onderwerp te naderen. Kunt u dan deze eenzijdige ervaring met kinderen, wilt u dat dan uit uw betoog laten? Want dat is niet gestoeld op de realiteit. De heer Van Kesteren de gelegenheid geven om een aanvullende vraag te stellen. Van Kesteren. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zou de VVD willen vragen. We hebben een opgave van 855 megawatt, dat was ook in het vorige college. De VVD heeft toen zich uitgesproken, absoluut niet meer. Nou is het Noord-Holland, Friesland, die willen absoluut niet meer. Groningen wil koploper worden, daarmee profileren we ons. Hoe gaat de VVD daar straks mee om als gewoon alles wel bij Groningen wordt neergelegd? Want wij willen immers koploper worden en met GroenLinks in het college en de VVD kun je ervan uitgaan, hoe meer hoe beter. Wat gaat de VVD dan doen? Weer Benema. Wij willen heel graag koploper worden. Ik wil vragen aan het CDA. We willen werken aan realistische maatregelen. Nou, we ondervinden veel weerstand, steeds meer weerstand. Een geruineerd landschap. Financiële problemen bij gezinnen en bedrijven. Het college noemt, we willen graag koploper worden. Nou, dat hebben ze in Den Haag begrepen. Noemt u dat toekomstperspectief? En noemt u dat ook een realistisch en werken aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? Want dat is wat u zegt. De heer Van Kesteren, de heer De Wit. Ja, voorzitter, zou ik toch nog willen vragen. De alternatieven die wij hier massaal verdedigen en waar we achter gaan staan, die blijken gewoon averechts uit te werken. Ook voor
de toekomst van de Groningers. Namelijk op financieel vlak, maar ook op het gebied van landschap en dergelijke. Waarom gaat u dan toch door met het verdedigen van deze flauwekul? Want dat is het inmiddels, want iedereen die heeft het erover. En toch gaan we daardoor, tegen beter weten in. Waarom doet u dat? De heer Van Kerst, de heer Wit. Dank u wel, voorzitter. Ja, we moeten inderdaad stevig aan de bak. Maar ik wou D66 vragen, voorzitter. U noemt alle illusies, een utopische situatie noemt u. Maar er zijn allerlei geluiden en ook concrete feiten die het tegendeel beweren. Dat wat u schetst, zon en wind, dat we over 20 jaar daarvan leven, dat is niet haalbaar. En dat blijkt ook, in Duitsland hebben ze het geprobeerd. En in Duitsland is het falikant mislukt. Kijkt u daar ook naar dat soort situaties? Ja, Van Kesteren. Voorzitter, als je in de media, ook op internet, hè, want de mainstream media die vertelt het verhaal wat u ook vertelt. Maar dan ziet u gewoon dat het draagvlak daar tot een minimum gedaald is. Dat de regering zelfs daar terugkomt van zijn ambities. Leest u dat niet of sluit u uw ogen daarvoor? Hoe zit dat? Voorzitter, ik wou de heer Van Kesteren. Ik wou de heer Kamminga vragen of hij ook de website van de heer Sibwinia, een gerenommeerd columnist van Elsevier, die schaduw onder dat trollenleger, zulke mensen die dus vanuit alle hoeken de zaak belichten. Dat vindt u ook als onderdeel van het trollenleger? Volgens mij is de kwestie wel helder. De heer Zwart. Ik hoef niks te doen. Dank u wel, voorzitter, dat ik hier mag staan. De RES, voorzitter. Een ideologisch, activistisch, ambtelijk, bestuurlijk, juridisch stuk. Met grote financiële gevolgen voor de Groningse samenleving. En rampzalige gevolgen voor het Groningse landschap en de toekomstige energievoorziening. De Groninger aanpak is contraproductief. Beschikt nauwelijks over draagvlak bij met name onze inwoners. Is allesbehalve realistisch en kwalitatief ver onder de maat. Voorzitter, de klimaat- en duurzaamheidsambitie is de grote drijfveer van dit college. Klimaat- en duurzaamheidsclubs en aanverwante subsidieondernemers met veel duurzaamheidquotes in hun businessplan. Maar voorzitter, van het gas af, dat moet, al dan niet vrijwillig. Dat gaat de inwoners van onze provincie een vermogen kosten. En dat zal niet opgebracht kunnen worden met overheidssubsidies, hoe goed die intentie ook is. Zodat de inwoners deze transitie in feite zelf zullen moeten betalen. Drastische maatregelen worden aangekondigd om de opwarming van de aarde te beteugelen. En onze regio moet dat waar gaan maken. Sterker nog, voorzitter, we willen zelfs koploper worden. Of de inwoners dat nou willen of niet. En om te beginnen wordt er geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen en het delen van kennis. Nou, we hebben het net gehoord, vaak eenzijdige kennis. Want er moet immers draagvlak komen. En als dat niet goed schiks gaat, dan maar kwaad schiks. Met projecten die passen in het Groninger landschap en die passen bij de bevolking. De hele provincie dan ook volzetten met milieu- en landschapsbelastende windturbines en zonnecollectoren. Ja, dat is echt niet in het belang van het landschap en ook niet in het belang van de Groningse samenleving. Dat staat er dus haaks op. En de lusten, die zijn er zeker. Maar voor klimaatactivisten in de politiek, want het gevoel is goed, we verbeteren de wereld. De subsidieondernemers, net al gezegd, die varen er wel bij. Maar de lasten, voorzitter, die zijn toch echt voor de inwoners van onze provincie. En aan het einde van de rit zullen die nauwelijks een besteedbaar inkomen overhouden. En dan zeg ik ook, armoede en verpaupering liggen echt op de loer. Daarom, voorzitter, vraagt de PVV-fractie aandacht voor een realistische benadering. Voor energiebesparing. Het is ook al door het CDA gelukkig gezegd.
Energiebesparing en maatregelen die leiden tot aantoonbare lage energierekeningen voor onze bewoners. In plaats van allemaal van het gas af en aan de dure contraproductieve warmtepomp of warmtenet, waarvan is bewezen dat deze niet realistisch zijn. Praktijkervaringen hebben dat geleerd en die zullen dan ook zeker mislukken. De heer Meendering. Ja, voorzitter, in zo'n betoog van een paar minuten gaat het te ver om met cijfers en er zijn natuurlijk rapporten zat. U kunt overal de getallen vinden en ik wilde u die ook aanleveren, maar u bent zelf wijs genoeg om dat zelf ook te doen. Want u komt met getallen waar het allemaal Hosanna is en een utopische wereld bereikt met dit beleid. Neemt u me van mij aan, die getallen zijn er. Voorzitter, ik doe ook een beroep op de verantwoordelijkheid van met name GroenLinks, die niet alleen maar eenzijdig de zaken benadert, maar ook gewoon de moeite neemt om alle alternatieven af te wegen. Dat doet mijn partij wel. Wij hebben een kast vol met informatie over dit onderwerp. Kom u een keer langs, zou ik zo zeggen. Zo, gaan we doen. Voorzitter. Dan kunt u door. Tot slot het vermeende draagvlak. Ik hoor het college daar altijd over spreken. Draagvlak. Het galmt door dit provinciehuis. Nog een vraag. Mevrouw van Schie. Ja, voorzitter. Nee, voorzitter. Als de Partij van de Arbeid ons een beetje volgt, dan weten ze dat wij van het Gronings gas af willen. Maar dat er in Zuidbroek een stikstoffabriek wordt gebouwd van maar liefst 500 miljoen. Dus de overheid die denkt wel na. Alleen dat weten de mensen allemaal niet. Natuurlijk kunnen we niet zonder het gas. Natuurlijk, als de samenleving volledig geëlektrificeerd wordt, dan hebben we het gas hard nodig. Daar anticipeert men al op. En dat moet u ook aan de burgers vertellen. En de windmolens en zonnecollectoren, dat is maar een heel klein onderdeel van die totale vraag naar stroom die er is. Maar bedrijven, energie, warmte voor bedrijven, daar heb je andere energievormen voor nodig. En gas is daarbij het schoonst, het goedkoopst. En het meest realistisch. Want in het buitenland, landen om ons heen, daar krijgen ze zelfs subsidie om aan het gas te gaan. Daar worden een gasleidingennet aangelegd. Daar vragen de Nederlanders om advies hoe we dat doen. Wij gaan het afbreken. Dat is waar mijn fractie op tegen is. Mevrouw van Schie. Ik begrijp dus. Nou, het klimaat kunnen we een hele boom opzetten. Maar klimaat is veranderd onderhevig ook aan stromingen, standen van de zon enzovoort enzovoort. Er is een hele koude periode geweest, er is een hele warme periode geweest. Toen waren er nog geen fabrieken, toen waren er nog geen auto's en toen veranderde het klimaat ook al. Het is een puur idealistisch, utopisch dingetje van idealisten. Geen volksvertegenwoordigers, want echte volksvertegenwoordigers die houden zich meer bezig met realisme. En wij willen energie die wenselijk is, dus draagvlak, veilig is, betrouwbaar is, maar bovenal betaalbaar is. En dat moet u ook een zorg zijn, want onze achterban, die van u en van mij, daar moeten we toekomstperspectief voor bieden. En dat kan alleen maar als we overgaan tot betaalbare, betrouwbare en veilige energie. En niet met die onzin waar heel veel subsidie voor nodig is, waar heel veel geld voor nodig is. Warmtepompen, warmtenetten, waar de mensen zich tot ver boven hun strot in moeten investeren. En dat zal niet gaan. En het weerstand, als mensen goed geïnformeerd worden, dan zal die weerstand naar nul gaan. Dat kan ik u verzekeren. Mevrouw Verschie. Nee, voorzitter, ik ben geen klimaatontkenner, want op school heb ik vroeger geleerd dat er een landklimaat was, een Middellandse zeeklimaat. Ik ben ook geen ontkenner van dat het klimaat aan verandering onderhevig is. En dat de mens daar ook enigszins invloed op heeft. Ben ik het ook helemaal mee eens. Maar de flauwekul waar we nu massaal mee bezig gaan, dat is contraproductief en doet geen recht aan een samenleving die afstevend op armoede en verpaupering. Want we hebben schone energie en er zijn schone alternatieven, maar niet alternatieven waar we nu mee bezig zijn. Ik heb het gevoel dat u het nog niet... Maar voorzitter, dat zal men ongetwijfeld doen. Alleen worden bij de kostenoverzicht worden heel veel zaken niet meegenomen die ook meegenomen zouden moeten worden. Er worden gewoon mensen, het publiek wordt een utopisch mooi verhaal voorgespiegeld. Hè, we hebben net van D66 gehoord, het is winstgevend, ze staan te springen. Nou, alles behalve winstgevend en alles behalve dat het geld oplevert. Dit kost de samenleving miljarden. En dat gaan ze merken in de portemonnee, het besteedbaar inkomen en ook in de toekomst. Over 20 jaar staan we hier in het gremium
waar we een samenleving, staan we allemaal met krokodillentranen te huilen van. Met de kennis van nu hadden we er nooit aan moeten beginnen. En dan zijn we allemaal weer bezig met, ja, de gedupeerden moeten schadeloos gesteld worden. Ja, net als met de gaswinning. Dat gaat straks gebeuren met de duurzaamheidswinning of de duurzaamheidsenergie. Dat gaat ook een probleem hier worden in de provincie. Maar dan zit ik al in het huis voor oude mannen. En dan is Geert, loopt misschien achter zijn rollator. Ik weet het niet, als voorstadium. Maar in elk geval hoop ik dat we elkaar dan nog eens kunnen spreken in een leuk café hier in Groningen samen. Dan hebben we het er nog wel eens over. Interessante vergezichten. Gaat u door met uw betoog? Niet meer naar het café, toch? Zolang dat kan. Voorzitter, draagvlak. Ik hoor het college daar altijd over spreken. Draagvlak voor RES, voor de rampzalige energiestrategie, noem ik het inmiddels. De NOVI, de Nationale Omgevingsvisie. Maar dat is er helemaal niet. En dat is er zeker niet als men de mensen volledig en objectief zou informeren. Dan zou dat draagvlak volledig verdwijnen. En als we goed beschouwen hoe dergelijke plannen in feite worden doorgedrukt over de rug van onze inwoners, zonder dat ze echt de consequenties beseffen en daarover hebben kunnen meebeslissen, dan kun je niet anders stellen dat de besluitvorming geen democratische legitimatie kent. En daarom zelfs in strijd is, zover ga ik dan, met het verdrag van Aarhus en het Europese handvest in zaken de lokale autonomie. Gelukkig, voorzitter, zijn er ook nog Groningers die verder nadenken dan hun neus lang is en daarom de gang naar het Europese Hof overwegen. Omdat hun volksvertegenwoordigers nauwelijks beseffen wat er werkelijk gaande is. Dank u wel. Heb ik nog een aantal moties. En die, ik zou zo zeggen, voor elk wat wils. Bekijk ze en doe uw voordeel ermee. Ik heb een motie die is ingediend door de Partij voor de Vrijheid. Die eindigt als volgt. De Provinciale Staten roepen het college op om deze ambitie drastisch bij te stellen tot realistische proporties, zodat recht wordt gedaan aan het Groninger landschap, het geringe draagvlak onder de inwoners en de financiële situatie van de inwoners. Deze motie is ondertekend door de heer Van Kesteren. Voor de tweede motie geldt hetzelfde qua ondertekening. En die eindigt als volgt. Roepen het college op om de ambities en uitgaven voor de warmtetransitie bij te stellen, de bestaande gasinfrastructuur intact te laten, geen Groningse burgers of bedrijven te dwingen om van het gas te gaan. En een derde, ook ingediend door de heer Van Kesteren, die eindigt als volgt. Roepen het college op om de ambities en uitgaven voor de plaatsing van windturbines en zonnecollectoren bij te stellen, zich te verdiepen in echt schone en betaalbare alternatieven, zoals geconverteerd gas uit Zuidbroek en thorium, en te overwegen om de burger een keuze te geven welke energiewensen men heeft, bijvoorbeeld door het houden van een referendum hierover. Ook deze motie is ondertekend door de heer Van Kesteren. En de laatste? Het waren er vier. De laatste heeft als titel draagvlak. Ik ben de titels vergeten, maar die leest u straks wel. Die heeft een wat langer dictum. Dat gaat als volgt. Roepen het college op om te onderzoeken, dan wel nauwgezet na te gaan, of de totstandkoming van de regionale energiestrategie met bepalingen en de voorgenomen besluitvorming en lopende besluitvorming over energiebeleid niet in tegenspraak zijn met het verdrag van Aarhus, het Europese handvest in zaken de lokale autonomie en het EU-oprichtingsverdrag en het RES-proces daar waar nodig in overeenstemming te brengen met het verdrag van Aarhus, het handvesten in zaken de lokale autonomie, opdat Groningen koploper wordt in het respecteren van de grondslagen van onze democratische rechtsstaat, zoals deze onder meer zijn vastgelegd in de Europese rechtsbeginselen, opgenomen in het EU-oprichtingsverdrag, onze grondwet en de provinciewet. Helemaal goed. De heer Van Kesteren. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Partij voor de Dieren gaf net een lofzang op de warmtepomp. En is de Partij voor de Dieren bekend dat de warmtepomp heel veel stroom verbruikt. En dat dat ook ergens weg moet komen, dat dat ook gestookt moet worden. Het is zelfs bekend, er hebben zich mensen gebeld, Groningers gemeld bij ons, die zeggen van mijn warmtepomp voldoet niet, er moet zelfs nog een pomp bijgezet worden. Die mensen zijn ten einde raad. Is u dat bekend? Voorzitter, dan vinden we elkaar. Hè, stoken van biomassa, daar zijn wij ook niet voor, net als Partij voor de Dieren. Dus we hebben toch wel een beetje connectie. Hè. Maar voor een warmtepomp is natuurlijk heel veel energie nodig. En denkt u dat dat
op te lossen is met de hele provincie vol met zonnecollectoren. Ja, voorzitter, begrijp ik het goed dat de Partij voor de Dieren een toekomst voor de Groningers wil? Waarin we, nou, vroeg naar bed hoor ik net, maar dat we ook niet meer in auto's rijden en op een houtje gaan bijten en zelfs ons warmen bij het kampvuur. Dank u wel, voorzitter. Het college geeft aan van nou, we moeten nog in gesprek met onze partners, de gemeente en de waterschappen over een bod. Maar als het over een realistisch bod gaat, dan kan het college toch wel duidelijkheid geven van ja, denkt het college aan 1 terawattuur extra of 10 terawattuur extra? Of is dat ook allemaal een optie, 10 terawattuur met een afkoopsom hier in Groningen? Dan de gerepeteerde. Voorzitter, de Provinciale Staten die stelt de kaders vast. En wij kunnen gewoon een kader vaststellen van nou, niet meer dan 1 terawattuur. En dan willen wij graag een visie hebben van het college erop van nou, wat vindt u daarvan? Nou, wat vindt het college daarvan? Nou, dat ontbreekt op dit moment volledig. Dit kan alles van alle kanten uitgaan, ook 10 terawattuur. Ja, kennelijk tekent u daar dan voor. Dat vindt u allemaal prima. Nou, wij vinden dat als PVV echt onbehoorlijk. Over dit punt van orde, de heer Ram. Voorzitter, er is meerdere malen toegestaan dat een andere woordvoerder een interruptie heeft gepleegd. Ik vind het wat partijpolitiek om nu, om mijn interruptie dan een punt van orde te maken. Ik denk dat we dit beter kunnen bespreken in het presidium. En in plaats van dit politieke punt van orde van de Partij van de Arbeid te maken. Ik vind dat iets te ver gaan. Ik geloof niet dat de heer Visser hier...